Ja, dan gaan we op zoek naar deze man. Hij is verdachte in een ontvoeringszaak. Op vrijdag 23 maart is namelijk in het Brabantse Veghel een 27-jarige man een aantal uren vastgehouden en mishandeld door 3 mannen. Hij werd door hen met een smoes hun auto ingelokt. Ze zeiden dat ze een garage zochten en werd toen meegenomen naar een bos. Daar kreeg hij een mes op zijn keel en een vuurwapen op zijn slaap. De man moest schuldbekentenissen ondertekenen en zijn identiteitspas en telefoon werden afgepakt. Er werden ook foto's van hem gemaakt en pas na een paar uur werd hij weer in Veghel uit de auto gezet. 2 van de 3 verdachten van de ontvoering die zijn al aangehouden in Veghel en Amsterdam. Maar deze man dus nog niet. Zijn foto's werden gevonden op hetzelfde toestel waar ook de foto's van het slachtoffer mee werden genomen. Nou, veel beter komen verdachten haast niet in beeld. Dus wie herkent deze man? Het slachtoffer is van Egyptische afkomst en vermoedelijk is deze man dat ook. Herkent u deze man? Weet u alleen al bijvoorbeeld waar die wel eens komt? Neem dan nu contact op met de opsporingstiplijn. En dat is gratis via telefoonnummer 0800 60 70.